Jongens, 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 wat hebben wij een prachtige dag gehad afgelopen zaterdag in Kootwakkerbroek. Schitterend, schitterend, schitterend. Met de vier span paarden, mannen, die vallen natuurlijk dus alle boten in, hè. We hebben het verkeerde geslacht, we hebben geen ponies, we zijn te oud, want er zijn altijd wel jeugdmen, talentenplannen, dit of dat, van een of andere bank. De KNS die rent, zagen de kleren achter de vijand voor die grote jongens enzovoort. En de vier span paard, geen wedstrijden, geen NK. En een kans op een WK was er al helemaal niet bij natuurlijk. Dus we hebben de handen ineen geslagen. En we hebben een oefentrainingsdag georganiseerd op die schitterende accommodatie van Huip Pater. Onder de cateringregie onder Pets Pater. Nou, dat kan je er overlaten hoor. Geweldig jongens. Niemand heeft het dorst of honger gehad hoor. Maar het is leuk hoor, want het wordt al helemaal zo'n jongens van een gestampte pot geroepen. Hè. En nou ben ik zelf niet helemaal erg goed in naam en dat soort dingen. Dus op slot begon ik ook van Hans van der Hoeven en Tony Pater, weet je wel. Dan haal je door elkaar. Toen we het later over hadden zeggen, jongens, het maakt mij allemaal niet zoveel uit hoor. Jullie mogen mij een bloot Excel noemen hoor. Noem maar mijn bloot Excel. Ik maak er niet zoveel van, ik probeer het wel. Ik had vroeger al moeite met Siske de Munk of Danny de Rat, ik weet het allemaal niet. In ieder geval, we zaten er nog over na te genieten. Schitterend mooi. Want we gaan aanstaande zaterdag in Blaricum. Gaan we dus een mini-marathon doen met elkaar. We houden deze handen vol vierspannen met een spaard. Gestampte lui, oude ventjes bij elkaar. Maar ik zat er nog van na te genieten. Toen belt woensdagmiddag belt de buurvrouw op. Nou, die begint zo. Ik hoor meteen al, die is wat drukker. Monten, moet je luisteren, staan hier voor de verenigingen, die gaan weer beginnen en dit en dat. En dan moet ik eigenlijk weg en ik hoef jou nooit zoveel uit te leggen, maar kan jij Johan even naar de voetbal brengen? Johan, ja, nou, dat wil ik wel. Dan ken ik Johan wel, Johan komt hier veel op trekkerijen of hij kijkt even naar die paarden en van, dit is wel lachen, weken wat geleden zeg ik tegen hem, wil je ook wat drinken, een colaatje. Dus dat blikje cola sodemiet ik zo over de sloot heen. Hij duikt erin, pakt het kolletje, duikt terug, zit weer op, kroos op zijn kop. Waterlelies over zijn oren heen. En dan zit hij mooi, hij zegt proost, mijn moeder was het alweer. Kijk, zo eentje is Johan, hè? Dat is wel een beetje van mijn soort eigenlijk. Nou, ik zeg, dat doe ik wel hoor. Met een andere auto, een ander huishouden. Ja, maar ze staan hier allemaal met mondkapjes op. Maar heel mooi. Dus ik vlieg naar de buurvrouw met mijn auto. Grijp dat jochie, tassie, hup in de auto. En hij begint wat te mompelen en te zeuren, maar omdat ik weet dat hij wat doldriest is. En ik geloof dat buurvrouw al iets gezegd had, dat hij niet zoveel zin had, hij wou naar een vriendje of zo. Ja, stil ik de muziek wat uit. Lalalala, de eerste training van het seizoen. Nou, bij de voetbal, we waren wat laat, want buurvrouw belde ook niet zo vroeg. Dus aan zijn arm en ik sleur hem, hup, zo naar binnen in die kleedkamer. Wop, nou, ik zeg kleedje om. En ik pak de tasje en ik trek die kleren eruit. Wat denk je? Balletpakkie. Nou, ik zeg, je hebt een mooi de verkeerde tas mee. Ik trek dat mondkapje, trek ik zo voor zo. Denk je? Buurmeisje. Nou, ik ben maar rustig teruggegaan. Ik heb buurvrouw af zitten wachten. Ik zeg, dit was een debakel. Ik zeg, ik weet niet waar Johan is, maar niet bij de voetbal. In ieder geval, later moest ik er even over nadenken. Maar toen dacht ik, jongens, dat gaat toch mooi. Die vier spanmenners, we gaan er een heel klein beetje zelf maar een clubje van maken. En dan gaan we aanstaande zaterdag gaan we in Blaricum, gaan wij mini-marathon rijden. Met dat dik handje vol vierspan met een spaard weer, hè? Die overgeslagen groep. Ja, en al dat tumult wil ik nou niet gaan zeggen van dit of dat. Maar ik bedoel, vierspan Manners Life Matters. Sucks of sucks. We gaan ervan genieten. En nou, het allermooiste is, die week daarna gaan we dus toeren op Texel. Toeren op Texel, de eerste officiële wedstrijd van dit seizoen. Ik hoop dat die doorgaat, dat ze nog weten vol te houden wat dat betreft. En zo gaan we toch weer een klein beetje beginnen. Het mooiste is dat we gaan proberen om de vierspan met een spaard bij elkaar te gaan houden. We hebben dat afgesproken. En ik denk dat dat voor ons eigen groepje op een hele leuke manier best wel uit gaat pakken. En voor de toeschouwers ook. Dat beetje publiek wat er mag komen. Je weet het, heb ik al uitgelegd. Neem allemaal een winkelkarretje mee, mondkapje voor. Heb je die afstand precies te pakken, klaar. Komt allemaal goed. Gaan ze valkenswaard niet doen, geloof ik, maar ze snappen dat niet. Ik heb ook niet mogen pitchen daar. Ik heb niet mogen pitchen, hè? Ik had zo gepitcht. Ik had zo gezegd, jongens, we kennen altijd wel publiek binnenlaten. Ja, dan had je ze maar vrijwilliger genoemd, toch? Ja, ik bedoel, dan haal je 16.000 vrijwilligers binnen. Niet schreeuwen, niet klappen, een beetje afstand. Maar dat hebben ze niet gedaan. Hey, wij gaan aanstaande zaterdag dus met een handvol vierspanners. Het is de moeite van het kijken waard. In dat Aspergesdorp. Kom even kijken of volg het hier. Ik ga je vertellen hoe het ging. Wij gaan ervan genieten. De groeten.
En buurvrouw, sorry. Volgende week, Johan. Arrivederci.